Dag beste kijkers, van harte welkom bij het 91ste bloemencorso van Lichtenvoorde. Na afwezigheid van 2 jaar is het vandaag eindelijk weer zover. Bloemencorso is een traditie, welke van generatie op generatie wordt doorgegeven. De corso-cultuur is toegevoegd aan de lijst van immaterieel erfgoed van de mensheid van UNESCO. En dit bevestigt de waarde en het maatschappelijk belang van corso-cultuur in Nederland. De passie voor het eigen bloemencorso zit voor de bouwers, ontwerpers en alle helpende handen heel diep. Hele levens worden soms afgestemd tot aan gezinnen en families toe. 18 prachtige wagens, grote wagens en diverse kleine wagens gebouwd door de Corso Kids zullen aan ons voorbij trekken, waaraan met veel passie is gewerkt. Het zonnetje schijnt, prachtig weer, het kan niet beter. Geniet van het Bloemencorso Lichtenvoorde 2022. De muziek, die is er al. Corso Kids. De Dahlia-reuzen springen natuurlijk het meest in het oog, maar voor een wagen van een dergelijk formaat gemaakt wordt, doorloopt iedere wagenbouwer zijn eigen leerschool. En dat begint natuurlijk bij de Corso Kids. De kei- en de kiezelklasse. Hier wordt bij de jonge generatie al het enthousiasme voor het corso aangewakkerd. Ze leren wat het is om creatief te zijn, met de handen te werken en samen met andere kids aan hun corso-wagen te werken. En deze tonen ze vol trots aan de duizenden bezoekers. Het is echt genieten van de trotse kindergezichtjes. Ze gaan verkleed, hebben nodige dansjes, gekkigheid of een ludiek onderwerp. Er gaan ongeveer 10 wagens en loopgroepjes meedoen en er zijn dit jaar 3 klasses. De opstapklasse, de kiezelklasse en de kijkklasse.
zien van alles voorbij komen. We hebben Barbie gezien. We hebben de lange nek gezien van de Efteling. Die staat er gelukkig nog steeds. En dit is de mascotte van de Corso Kids. En deze kinderen die zijn zich af aan het voorbereiden op de Zwarte Cross, zo te zien. Helmen en brillen hebben ze allemaal bij de hand en de motor die staat op de wagen. Ze moeten er hard voor werken, deze jongens. Ze beginnen er al vroeg mee, maar het is prachtig in elkaar gezet door hun. Ja, en Snoep, wie lust dat nou niet? En het wordt ook al duftig uitgedeeld zo te zien. Ik denk dat de kinderen langs de kant erg gaan genieten van het snoep wat langs gaat komen. En dit is dan de laatste wagen van de Corso Kids. En ook deze jongens en meisjes die moeten er hard voor werken. Met een slakkengangetje gaat het eigenlijk, maar ze komen wel goed rond. En we horen de muziek op de achtergrond al. En dat is de muziek van de muziekvereniging KNG uit Leiden. Een show- en marchingband KNG wordt vaak gevraagd voor nationale en internationale optredens. In het buitenland namen ze al een paar keer deel aan toonaangevende taptoes en street parades. En ze treden ook regelmatig op voor het Koninklijk Huis.
inderdaad een prachtige band. De muziekvereniging KNG uit Leiden. Bouwgroep De Witte Brug. En de titel van, van de wagen die er aankomt is Gehavend. Ontwerper Luc Roelofsen. We gaan terug naar het jaar 1815 in Frankrijk. 26 jaar na de start van de Franse Revolutie. Lodewijk de 18e is onze koning. Ons zwaar gehavend schip komt terug van een felle strijd op zee en een deel van onze bemanning is verloren gegaan. Onder de harde bevelen van de vredebewakers wordt het schip door de overgebleven veroordeelden de werf ingetrokken. Het is geïnspireerd op de openingsscène van de musical Les Misérables. De masten zijn geknakt, de zeilen zijn aan flarden en ja, ze kunnen alleen nog maar zo de haven binnenkomen. En ook de spiegel aan de achterkant van deze wagen is heel mooi afgewerkt. Het doet ook een beetje denken aan het schip van de Pirates of the Caribbean. Dit is de wagenbouwgroep, groep van ons. En de titel is, ja, u kunt het allemaal wel zien, Zwaan. Ontwerpers zijn Jules Makers, Sil Egging, Daan Woperijs en Kai Gorselink. Krachtige lijnen weerspiegelen de grootste watervogel van Nederland. Eenvoud met een fel karakter van deze sierlijke vogels een statig beeld door de straten van Lichtenvoorde. Heel mooi opengewerkt. Inderdaad prachtig door zijn eenvoud. De wagenbouwgroep Boslaan met de titel Trekvogels. De ontwerper is Sjoerd Spijkers. In het tweede weekend van september gaat de vogeltrek weer van start. Nou, dat is dus vandaag, het tweede weekend van september. Onze vogels zullen door de straten van Lichtenvoorde trekken voordat ze koers zetten naar het warme zuiden, waar ze straks te bewonderen zijn in een van de vele speelgoedwinkels al daar. Het is een mooie open wagen en is heel strak ook uitgevoerd. Weten ze uw aandacht te trekken? Thank you.
de wagenbouwgroep Theos met klimaatvluchteling. Ontwerper Paul Wiegers. De wintertijd lijkt niet langer het domein van de winterkoning. Opwarming noopt tot vertrek naar koudere oorden waar het weer echt vorstelijk is. Pinguïns voorop en een grote ijsbeer die lift ook mee met koning Winter op zoek naar een nieuwe woonplaats. Een prachtige wagen, mooi uitgewerkt en veel beweging erin. De thermometer geeft de opwarming aan. Muziek van het showkorps Irene uit Ede. Muziekgezelschap is begonnen als muziek voor een uitvoering van gymnastiekverenigingen. Ze zijn uitgegroeid naar een tamboer- en pijpenorkest en het repertoire is divers en bestaat uit hele herkenbare muziek. De showband Irene uit Ede verzorgt optredens zoals taptoes, corso's en marsparades in binnen- en buitenland. Corso-groep Geschut met Medusa. Ontwerpen Jobbe Reukers. Knap, beeldschoon, misschien wel oogverblindend. Deze zondag zal ze jou graag eens in de ogen willen kijken. Maar durf jij terug te kijken? Prachtige slangenkop voorop en haar haren, als we dadelijk goed kijken, bestaan ook helemaal uit slangen. Medusa, de legendarische mythe. Kijk je haar aan in de ogen, dan verander je in steen.
is één kronkelende massa van slangen die haar haar vormen. Voor elkaar. En de titel is Verborgen. De wagenbouwgroep heet Voor elkaar. De ontwerpers zijn Luc Smeets en Chris Kleverval. Overgenomen door de natuur ligt dit eeuwenoud kanon verscholen in de diepte. Duik jij mee en kijk wat de zee nog meer voor ons verborgen houdt? Nou, we zien hier van alles. We zien hier oesters met parels erin, mossels, schelpen, krabbetjes. Te veel om op te noemen. Zo kun je zien dat de natuur toch echt alles overneemt. De wagenbouwgroep Zeskamp met de titel Jack O'Lantern. Dit jaar brengen wij Halloween naar de straten van Lichtenvoorde. Een typisch Amerikaanse traditie voor Halloween is het maken van een Jack O'Lantern. Een Jack O'Lantern is een uitgehalde pompoen waarin een eng gezicht is gesneden. En daar worden vast kaarsjes in gedaan en dan krijg je een prachtig effect. We zien hier de rook, we zien de prachtig uitgesneden pompoenen. En inderdaad, hele enge afbeeldingen staan erop. Enge monden, enge ogen. Heel mooi uitgebeeld. De wagenbouwgroep Harbers Pol met de titel Gifkikkers, ontwerper Laurens Stottelder. We kennen de gifkikkers als kleine felgekleurde amfibieën, maar ook als iemand met een opvliegend karakter. De wagen toont ons een beeld van deze twee betekenissen. Het is een mooi uitgewerkte wagen met de bloemen en alles met groene blaadjes tot in de details afgewerkt. Alles is zo gedetailleerd dat je kunt zien dat hier echt heel veel plaktijd in heeft gezeten.
De groep Hooiland met titel Goudvis. De ontwerper Glenn ter Haar en Chris Onstenk. Het meest bekende huisdier van Nederland, de goudvis. Prachtig uitgebeeld. Veel details. Prachtig uitgewerkte vinnen en een staart. Ja, is heel mooi. Vooral nu die in beweging is. Wie heeft er vroeger niet een goudvis in een kommetje gehad? Maar die waren niet zo mooi als deze. Goudklompje ertussen zitten. En die vinnen en die staart die zijn werkelijk prachtig, prachtig uitgewerkt. De muziekband Mallet Band Pergo uit Lichtenvoorde. De slagwerkgroep zijn een legio en muzikale ontwikkelingen van slagwerk is in een sterke stroomversnelling gekomen. Echter, waar de meeste groepen staan voor een bestaan in concertzalen, gaat Pergo volledig voor slagwerk en beweging. Door show toe te voegen aan gestemde en ongestemd slagwerk ontstaat er een bewegelijke groep die zich presenteert op straat, maar ook bijvoorbeeld in theaters. Ook de vaandeldragers, die laten dadelijk hun kunststukje wel zien.
dat zijn de vaandeldragers van de Sint-Swibertus Vereniging. Mooi detail, ook de Achterhoekse vlag doet mee. Corso groep de Siewense Weg en de titel is Solo. Ontwerper Eljon Koning. Een uitverkocht rockconcert. Het is bloedheet en er hangt een dampende lucht. De band bouwt op naar het hoogtepunt en brengt het publiek in extase. Bedenkt zich geen moment. Hij sluit zijn ogen en laat zich vallen. De meest epische solo wordt gedragen door honderden fans. Gaan we naar de groep Verdut Nogal. Met de titel van de wagen Let's Go Loud. Ontwerpers Mara Taken, Wessel Beerten en Isa Beemers. In de lucht hangt een onbekende spanning. Instrumenten spelen een onweerstaanbare melodie. En het volume groeit. De DJ vooraan die is druk aan het werk. De lichten nemen de controle over. Laat je meenemen in onze muzikale beleving. Muziekinstrumenten, muzieknoten en discoballen zijn verwerkt in de wagen. Loud. En natuurlijk mogen de boksen ook niet ontbreken, want die zit op de achterkant van de wagen. Titel Transformatie. Ontwerpen Maud op den Akker. Stel het jezelf eens voor. Je bent in het verkeerde lichaam geboren. Je moet het je omgeving vertellen, ondergaat operaties, slikt hormonen en na al die jaren van strijd kan je zijn wie je daadwerkelijk bent. Je kijkt in de spiegel en eindelijk zie je de persoon staan die je altijd al bent geweest.
Maar wat als dat niet geaccepteerd wordt? Je wordt gepest, getreiterd, gestalkt, genegeerd of mishandeld. Laten we de maatschappij transformeren. Laten we iedereen accepteren. Dit is echt een wagen met een boodschap. De cursusgroep Rensink met titel Compositie. Ontwerpers Dante Verbruggen en Lars Ikink. Een tijd geleden is er een muziekmachine gebouwd. Een enorme constructie gemaakt van stukken metaal en hout. En nu is het tijd voor deze machine om muziek revolutionair tot het absolute uiterste te brengen. We zien grote bel, horens, bekkens, drums. En we gaan genieten van dit spektakel dat u gaat waarnemen, want we gaan back to the grind. Van de wagen zien we ook een grote trommel die door hamers bespeeld wordt. Attenzione! Attenzione! Attenzione, signore e signorita! Proseguiamo! La macchina della musica! 3, 2, 1! Ja, muziek van Excelsior uit Renkum. De vereniging is opgericht in 1934 als mondaccordeonvereniging. Nou, dat heeft zich natuurlijk helemaal veranderd, want wij zien eigenlijk geen mondharmonica meer in deze groep. Het is een muziekvereniging met een missie. En de missie is dat ze een spraakmakend korps in de muzieksector willen worden. En ze vinden het product wat ze brengen heel erg belangrijk en het niveau is heel erg hoog. Wagenbouwgroep Boskempers met de titel Mijn Lievelings. Ontwerper Karin Bosker. Iedereen heeft of had ze. Eén of meerdere knuffels die je overal mee naartoe ging. Een maatje waar je in de eerste levensjaren alles mee deelde. Ze blijven in gedachten voor altijd bij jou, want jouw lievelings zijn van onschatbare waarde. Voorop kwiek het eens en we zien poppen. We zien dadelijk ook nog een My Little Pony, een konijn en natuurlijk, u ziet hem al een beetje op de achtergrond, mag niet ontbreken, de grote knuffelbeer.
De pop die ziet er net uit of die echt gebreid is. De beer die mist de arm. En dadelijk achterop de wagen zien we ook nog Walter de Walvis. En daar staat ook nog heel stiekem bij Made in China. De wagenbouwgroep Quintet met titel Expeditie V202240. Ontwerper Gesines Bruining. Op zoek naar buitenaards leven en u ziet ze ook allemaal kijken. Na 2 jaar gaat onze expeditie dan eindelijk van start. Vanuit ons KIFSR, en dat is Quintet Institute for Space Research, hoofdkwartier in Lichtenvoorde, lanceren wij ons nieuwe ruimtevaartuig. Expeditie V202240. Op zoek naar buitenaards leven. Gaat van alle kanten open, een shuttle zag u net al en ook de zijkanten worden nu uitgevouwen. Op zoek naar enig leven buiten de aarde. Volgens mij heeft het geen resultaat opgeleverd en gaan ze weer terug naar de shuttle. De Corso-groep van Redenstraat met de titel Deuxje voor Hybride. De klassieke, maar dan hybride aangedreven. Voor iedereen een nostalgie, de lelijke eend. Wie heeft er niet in gereden? Maar nu krijgen ze hulp van de echte eend. Hybride aandrijving dus. Thank you.
kijk ze al naast ons. Oeh, wat lief dat er dansen. Wagenbouwgroep De Lummels met titel Zoetigheid. Ontwerpers Wesley Helmers en Kevin Mateman. Iedereen houdt van snoepen en iedereen houdt van zoet. En daarom delen De Lummels vandaag met suikergoed. Grote grijpers aan de voorkant doet denken aan de kermis. En voor elke zoete kou pakken wij vandaag iets speciaal voor jou. Alle snoep in soorten en maten. Het is echt een candy game. De groep Lansing-Bluiming, winnaars van het jaar 2019. De titel is Cowboys en de ontwerper is Mark Muller. John Thomas, Mike Matthew en Bruce Howard waren in hun hoogtijdagen de grootste schurken van het Wilde Westen. Inmiddels zijn ze een jaartje ouder en is hun trouwe ros ingehuild voor een hobbelpaard. Na verluid, en dat zien we ook, doen ze vandaag lichte voren aan. Lansing-Bluiming, dat waren de winnaars van 2019. Ze wilden in 2021 het jubileumjaar van Lansing-Bluiming vieren, hun 50ste verjaardag. Maar corona gooide helaas roet in het eten. En daarom pakken ze dit jaar groots uit. De wagens zijn ook gebouwd met een hele nieuwe techniek, de 3D-techniek, waardoor het bouwen voor iedereen prettiger en korter werd. Het zijn prachtig uitgebeelde wagens en helemaal tot in het detail perfect uitgewerkt. Mooi om naar te kijken. Thank you.
Dit is de laatste wagen van het bloemencorso van Lichtenvoorde. Het bloemencorso 2022. Een fantastisch corso. De bouwers hebben zichzelf weer overtroffen. Nog één nacht in spanning en morgenochtend de uitslag. Wie heeft er gewonnen? Wij hebben genoten van een prachtig corso en hopelijk volgend jaar, als er geen corona tussenkomt, weer. Fijne dag, fijne kermis en tot ziens.